We zijn al onderweg naar het Sperwerhof in Schagen. En het Sperwerhof gaan de mensen van Pro Bezorgd, daar ben ik nu ook even eentje van, die gaan deze kaart in de bus doen. Gaan we elkaar ontmoeten. En wanneer gaan we elkaar ontmoeten? Op 20 oktober rond 11 uur hier bij de FOMAR met onze energiebus, noem ik het maar even. En we zijn ermee begonnen voor de vakantie. Om de mensen te informeren dat er allerlei dingen gedaan kunnen worden aan je huis. Zodat je minder energie hoeft te gebruiken. Nou, dat is natuurlijk nu een hot item. Want energie is een duur product op dit moment. Dus alles wat je kunt doen om minder energie te verbruiken, dat levert je geld op. Of misschien een minder grote verhoging. Nou, daar zijn we naartoe op weg om deze mooie kaart in de bus bij heel veel mensen te doen. En middels deze aanzichtkaart stelt de gemeente u op de hoogte van wat zij doen om u hierbij te helpen. We staan hier bij de ingang van de Sperwerhof en wij, dat zijn de collega's van Pro Bezorgd. En we gaan samen deze aanzichtkaart huis aan huis bezorgen om aandacht te vragen voor de energiebespaarbus. En in die energiebespaarbus, die 20 oktober bij de FOMAR staat, kunt u allerlei informatie krijgen om te besparen op uw energie. Nou, zullen we die kant op gaan? Ja. En er komt nog een auto aan, hoor. Ja. De gemeente Schagen heeft als doel om in 2050 alle woningen aardgasvrij te hebben. Om dit te verwezenlijken zijn ze diverse acties gestart, waaronder het informeren en adviseren van woningeigenaren in de energiebespaarbus. Middels de aanzichtkaart worden de inwoners van Schagen uitgenodigd om de bus te bezoeken. Want het besparen van energie is vandaag de dag niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor uw portemonnee. Hans, waarom ben je hier eigenlijk zo goed in? Nou, in het verleden heb ik heel Schagen van post voorzien. Vanuit de post, gewoon echte post, zeg maar. Niet alleen folders, maar ook gewoon wat nu PostNL is. Dus ik weet ongeveer hier wel elk steegje en tussenvoegseltje om snel door de wijk heen te gaan. En vandaag is dan deze mooie kaart om aandacht te vragen voor de energiebespaarbus. Maar dat is niet het enige wat wij doen. We hebben ook energiecoaches, om maar eens wat te noemen. En de energiecoaches die kunnen mensen helpen om een scan te maken van hun huis. Waar kan ik nou energie besparen? En dan hebben we ook nog wel mensen nodig die, als je dan zo'n scan gemaakt hebt, heel handig zijn. Zodat wij mensen die niet zo handig zijn, kunnen helpen om bijvoorbeeld een tochtstrip aan te brengen, om folie neer te hangen, misschien wel bespaarlampen te wisselen. Dus alles bij elkaar hebben we een heel palet van mogelijkheden om mensen te helpen energie te besparen. Nou, ik ga weer door, hoor. En dan loop ik weg. Oh, nog even vergeten. Wij doen ook mee aan de open huizenroute en dan op duurzaam gebied. Dat wil zeggen dat mensen die hebben hun huis al energie neutraal gemaakt. Oude huizen, jonge huizen. En die laten zien hoe ze dat gedaan hebben. En dat is hartstikke leuk, want dat zijn echt praktische tips waar je niet ineens zomaar aan denkt. En als je nou het gevoel hebt, jee, er is wel heel erg veel, kijk dan even dan op samen.schagen.nl en dan onder het kopje besparen, dan staat alles op. Tot ziens!